If he brings you happiness, then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if the teardrop ever starts, I'll be there before the next teardrop falls. Ik ben Tom, meester Tom van de schooltuin aan de Essenburgsingel. En wat gebeurt hier allemaal? We hebben op woensdagmiddag activiteiten. Kunnen kinderen uit de wijk die kunnen komen, kunnen leuke dingen doen. En vandaag zijn we aan het popcorn maken. En is dat uitzonderlijk? Nou, popcorn maken op deze manier, dat is wel uitzonderlijk. Kijk, je kunt het gewoon in de winkel kopen en doe het in de magnetron. Dan zegt hij ping en dan is het klaar. Maar vuurtje maken en dan popcorn boven vuur maken, ja, dat kan je in de huiskamer niet doen of in de keuken. Nee. Wat is hier zoal nou te doen? Normaal zijn de kinderen hier gewoon aan het tuinieren. Die hebben een schooltuintje. En op woensdagmiddag proberen we wat dingen te doen voor de kinderen, activiteiten. Zo hebben we volgende maand hebben we een cursus met de tuinman mee. Kunnen kinderen zich opgeven. En dan vier woensdagmiddagen gaan we allemaal tuinmanswerk doen. De heg knippen, gras maaien, met de kruiwagen rijden. En na vier weken krijg je een diploma en dan ben je assistent tuinman. Wat is nou eigenlijk zo een beetje de doelstelling van educatieve tuinen? Nou, de doelstelling is natuurlijk om kinderen te leren hoe plantjes groeien, hoe je plantjes moet verzorgen. En daarbij leren ze ook allerlei andere dingen. Ze leren ook over de vlinders en ze leren over de natuur. Maar ze leren ook dat het soms mislukt. Oh, die zijn de fik gevlogen, hè? Zie je de onderste? Dus die moet je maar niet opeten, die zwarte. Die gooi je dan maar gewoon weg. En dat dat dan jammer is of dat het heel goed lukt en dat je dat goed gedaan hebt. Dus ze leren hier van alles en nog wat. Stiekem. Just remember, I love you and I'll be there before the next teardrop falls. Ik heb popcorn gemaakt. En hoe smaakt die? Lekker. Heb je het met suiker of zout? Zout. Is het nou lekkerder zonder olie of met olie? Zonder. Omdat als je het met doet, dan word je te vettig.